Goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom op de locatiekeuring bij Albert Lux. We hebben vanmorgen 10 paarden voor de keuring. 5 voor opname in het stamboek, 4 merries voor graadverhoging en 1 veulenboekhengst voor eventuele sterverklaring. De keuring doe ik vandaag samen met mijn collega Will Thijssen. Also a warm welcome to the viewers from abroad. We have a judging at location at Stal Albert Lux in Diever. Today we have to judge 10 horses, 5 mares for entering studbook, 4 mares for upgrading and 1 full book stallion for upgrading. So enjoy. Thank you.
Ja. Zelf laten lopen. Hier bij de uitslag van nummer 1 is een 4-jarige Mary. Vader is Tjada. Een wel langgeleinde Mary die in zijn hoofd iets lang is. Wel met een mooie lichte hoofd-halsaansluiting. Ook voldoende langgelijnd, horizontaal gebouwd. In de hals heeft hij voldoende lengte, maar we zouden de hals graag iets verticaler gesteld willen zien. Heeft een sterke bovenlijn, is goed gesloten ook over de bovenlijn. In het kruis is hij wat hellend, heeft wel een voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en droog met de royale hoeven. Mary is wel iets gehoekt ook in het achterbeen. In de stap maakt hij voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen. Zou het voorbeen nog wel iets ruimer mogen wegzetten. In het draf maakt hij ook ruimte, ook voldoende opwaartse houding met een voldoende buiging in het achterbeen. Maar zou daarbij wel iets meer ruggebruik kunnen tonen. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number one. It's a 4-year-old mare. It's a mare with a long head and a light head neck connection with a long neck, but the neck can be more vertical. The upper line is good, is strong. The croup is a little bit sloping. The mare has clean dry legs, is a little bit sickle hocked. In a walk he has enough length in the strides, and in a trot he's he shows a good trot with a good bending in his hind leg, but he could use his upper line a little bit more. This mare is taken in the stud book with a third premium. The height at withers of this mare is 167.
Stappen. Deze kan warm. Goed, raar. Hierbij de uitslag van nummer 3. Nummer 2 is vandaag afwezig. Nummer 3 heeft een schofthoogte van 1,63 meter. Een merrie die voldoende rasuitdrukking heeft, ook veel behang heeft. Een merrie die in zijn belijning wel iets royaler kan. Met een ook iets meer lengte in het voorbeen kan tonen. Met een voldoende lengte in het hals, ook voldoende verticaal gesteld. In de bovenlijn sluit hij voldoende aan. Het kruis is toch iets hoog en hellend. De beenstanden zijn correct. Zou iets royaler in de hoeven kunnen. Het beenwerk is ook voldoende droog. In de stap mist hij zo nu en dan de regelmaat, moet ook actiever en vlotter doorstappen. In de draf laat hij wel voldoende ruimte zien, maar we zien ook liever dat hij dan het achterbeen iets directer onder de massa plaatst en ook iets meer oprichting laat zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 3. Number 2 is absent. Mare with a good racial type, a lot of feathers. A nice long neck, also a very vertical neck. With a good shoulder, a sufficient upper line. He's a little bit high and sloping in the croup. The legs are clean. And good stances of the legs. In the walk he must show more regularity. In the trot he has sufficient length of strides, but he can bend more in his hock and race more in the front. So this mare, today we take her in the stud book with a third premium.
wat al. Deze kant op. De uitslag van nummer 4. Deze merrie heeft een schofthoogte van 1,66 meter. Is een langgelijnde, hele jeugdige merrie. Die iets edeler in het hoofd kan. Wel met een hele mooie lichte hoofdhalsaansluiting. Ook een lange hals die iets verticaler gesteld kan zijn. Merrie heeft een voldoende voorbeenlengte. Zou daarbij toch wel iets opwaarts gebouwd nog kunnen zijn. Voldoende in de bovenlijn, heeft wel een iets hellend kruis. Het beenwerk is, heeft royale hoeven, is iets gehoekt in het achterbeen. We hebben een bemerking op de bouw van een linker sprong. Laat deze merrie wel ruimte zien, maar draaft daarbij erg op de voorhand en zou geslotener kunnen draven, waarbij het achterbeen ook directer onder de massa gezet kan worden. In stap zien we dat deze merrie de regelmaat mist en ook de takt mist. Hij trekt linksachter ook hoger op. Vanwege de afwijkende bouw van het spronggewricht en de niet takmatige stap kunnen we deze merrie vandaag niet opnemen in het stamboek. The results of number 4, height at withers is 166, long-lined mare with a lot of youth, should have more expression in her head, has a long neck, is sufficient length in her forelegs, also a good upper line, little bit sloping in the croup. She's sickle hocked in her hind leg, and we have the confirmation of her hock is not sufficient.
In trot, she has long strides, but she can show more power and more bending in her hock. In the walk, she's irregular. So because of the irregularity in the walk and the conformation of the hock that is not sufficient, we cannot take her in the stud book. Langs de tent. Braaf, hoor. Kom maar, jongen. Kom maar. Stap er even door. Kom maar. Goed zo, braaf. Kom maar.
lang al in draad. De uitslag van nummer 5, Imke van S. Dus Mary heeft een schofthoogte van 1,65 meter. Mary met voldoende rasuitstraling, ook met voldoende jeugd nog, edel in het hoofd. Zou iets lichter in de hoofd-halsaansluiting mogen zijn. Heeft een voldoende verticale hals die nog iets lengte mist. Heeft een sterke bovenlijn, met name op het lendengedeelte. Mary met vele lengte in het kruis, ook met een correcte schouderligging. Het beenwerk is verder correct gesteld, is droog. De hoeven zijn royaal, maar wel iets plat in de versenen. In stap laat deze Mary een goede ruimte in de pas zien, ook met een voldoende takt. In draf waardeert deze Mary zich op, draaft met... met een goed achterbeengebruik, ook met een achterbeen wat goed onder de massa wordt geplaatst. Ook met voldoende souplesse. Kan op sommige momenten ook schakelen en iets verruiming in de draf laten zien. Deze Mary wordt vandaag ook vanwege zijn goede draf stamboekster met een tweede premie. The result of number 5. The height at withers of this mare is 165. Mare with a good racial type, an expressive head. The head-neck connection can be a little lighter, has a good vertical neck. Also a good strong upper line and long croup. The legwork is clean, the hooves are good. The legwork is clean.
In walk, she shows long strides, also a good regular beat in the walk. In the trot, this mare shows a good trot with a good use of her hind leg. She brings her hind leg good under her body and shows a lot of suppleness. This mare is taken in the stud book and star with a second premium.
De uitslag van nummer 6, Imre SR. Mary heeft een schofthoogte van 1,68 meter. Een hele grote ramige Mary die ook horizontaal gebouwd is met een goede voorbeenlengte. Mary kon in de rasuitstraling iets edeler. Komt ook met name door het onedele hoofd, zou iets meer expressie ook in het hoofd mogen hebben. Heeft veel lengte in de hals, maar zou qua halsstand iets verticaler kunnen. Mary heeft een goede schouder met een goed aangesloten bovenlijn. Ook veel lengte in het kruis. In het beenwerk is hij droog. Heeft wel een vrij lang achterbeen met een arme schenkel. Er zit een royale hoeven onder. In de stap is hij ruim met een voldoende buiging ook in het achterbeen. In draf laat deze merrie veel lichaamshouding zien. Ook een merrie die in het achterbeen veel buiging en kracht heeft. Ook het voorbeen heel ruim wegzet. Ook het vermogen heeft om te schakelen. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een tweede premie. Er zit geen eerste premie in voor deze Mary vandaag vanwege de rasuitstraling. We zouden deze Mary iets edeler in de beleiding willen zien en iets meer rasuitstraling. Maar een Mary met twee goede bewegingen. The result of number 6, Imre SR. Height and width of this mare is 168. A long-lined mare, horizontal build with much length in his forelegs. She could have more expression in the head. She has a long neck, but a little bit of a horizontal neck.
She's very strong in her upper line and has a lot of length in her croup. The legs are clean, the hooves are good. The walk is with long strides and a good tact. In the walk, she shows a lot of bending in her hock, and she and a good use of her foreleg and a good use of her upper line. This mare is today taken in the stud book with a star, second premium.
De uitslag van nummer 7, Jantina Uterijden. Mary heeft een schofthoogte van 1,65 meter. Mary is 10 jaar oud. Zijn Mary die iets langgelijnder gebouwd kan zijn. Wel een Mary met een goede rasuitstraling. Ook een vriendelijke hoofduitdrukking met een groot oog. Heeft voldoende lengte in de hals. Is ook voldoende verticaal gesteld in de hals. Met een Mary met een royale schouder. Die met name toch in de bovenlijn wat geslotener kan zijn. Voornamelijk op het ruggedeelte. Ook in het kruis zien we graag iets meer lengte. Een Mary met verder correcte beenstanden, ook met voldoende beenkwaliteit. Is ook correct in zijn bewegingsafloop voor. In een stap laat hij wel een voldoende ruime pas zien. Zou iets meer buiging in de sprong kunnen laten zien. Ook iets kordater doorstappen, iets meer regelmaat. In draf draaft deze Mary op de voorhand, dus mist ook de lichaamsoprichting. Zet het voorbeen wel met voldoende ruimte weg, maar mist de kracht in het achterbeen. Zou ook in draf op sommige momenten toch iets meer regelmaat en kracht kunnen laten zien. Deze Mary was al opgenomen in het stamboek, blijft opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 7, Jantina Uterijden. Height at Withers is 165. A mare with a nice expression in her head, with a big eye, with a good length of the neck, also a vertical neck. She can be stronger in her upper line. Also, the croup is sloping. The walk is sufficient, but should show more activity. In trot, she trots with no raising in the front on her forehand. She should show more power in her hind leg and more bending in her hind leg. And also in trot, she must show more regularity. This mare stays in the stud book without a premium.
lopen, arm. Vijf. Doorlopen, goed zo. Nummer 8 is een 7-jarige merrie met een schofthoogte van 1,64 meter. Een merrie die goed in het rastype staat, ook een goede rasuitstraling heeft met voldoende behang. Merrie is in de bouw iets gerekt, zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen laten zien, is wel horizontaal gebouwd. Er zit een goede schouder in met een goede lengte. In de bovenlijn is hij goed aangesloten. Ook het kruis heeft voldoende lengte. In het beenwerk is droog. Ook verder correct gesteld beenwerk. Zou qua hoeven wel iets royaler mogen. In de stap zien we een stap die toch iets meer lengte in de pas moet laten zien. Waarbij ook deze merrie de buiging in de sprong iets mist. Het is een iets stugge stap. In draf zien we de bouw van deze merrie ook weer iets terugkomen. De merrie loopt iets uit elkaar. Blijft daarbij ook wat te veel op de voorhand lopen. Moet meer oprichting tonen. Heeft wel een goede buiging in de sprong en voldoende ruimte. Deze merrie is in zijn ras, bouw en beenwerk heeft hij voldoende hoge punten gehaald, maar zou in de stap en de draf iets meer aan kracht moeten winnen. Deze merrie wordt vandaag voorlopig ster. Dus krijgt daarbij de mogelijkheid om in de test te laten zien dat de stap en de draf voldoende zijn. En als dat gemiddeld een 6,7 is, dan kan deze merrie ster worden. The result of number 8. The height and width of this mare is 164.
A mare with a good racial tie, but a good vertical neck, should have more length in her forelegs, but is horizontal build, with a good shoulder and a good strong upper line with a length in her croup. The legs are clean. The hooves can be a little bit bigger. In the walk, she is short and must show more bending in the hock. In trot, she's trotting with a good length of stride, but can show more power in her trot. This mare becomes today a preliminary star.
De uitslag van nummer 9, Sandra van de Warande, 6-jarige Mary met een schofthoogte van 1,62 meter. De Mary die iets gerekt is, ook opwaarts er in zijn bouw kan. Ook in de voorbeenlengte zien we graag meer lengte in het voorbeen. Mary die wel een voldoende verticale hals heeft, maar ook iets nek mist. Mary met een goede schouder. Zou in de bovenlijn wel iets geslotener kunnen zijn, met name op het ruggedeelte. Mary heeft voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is ook voldoende droog. Het achterbeen is gehoekt. Ook is ook vrij stijl gecoat in het achterbeen. In de stap laat deze Mary wel voldoende takt zien, maar zou iets actiever en krachtiger door kunnen stappen. In draf zien we de bouw van deze Mary ook weer terugkomen. Mary die draaft op de voorhand. Zou ook meer ruggebruik kunnen tonen in de draf. En het voorbeen iets verder uit kunnen leggen. Wel een draf met een voldoende achterbeengebruik. Deze Mary wordt vandaag stamboek zonder premie. The result of number 9, a mare with a sufficient racial type. She should show more length in her foreleg. She also misses a little bit the pole of the neck. A mare with a good shoulder is sufficient in her upper line. Also has a sufficient length in her croup, but the croup is a little sloping. The legs are sufficient clean. She's a little bit sickle-hocked. In walk she shows regularity, but she could show more activity and more power. The trot is on her forehand. She should show more use of her upper line. And she has a sufficient bending in the hock. This mare is taken in the stud book with a third premium.
sorry, the result of number 9, I said something wrong. She's taken in the stud book without a premium. Thank you.
kansen, hè? Braaf. De uitslag van nummer 10. Mary heeft een schofthoogte van 1,63 meter. Een hele jeugdige, langgelijnde Mary die een iets lang hoofd heeft, maar wel een voldoende lengte in de hals, ook voldoende verticaal gesteld. Heeft een voldoende bovenlijn met een goede schouderligging. In het kruis zou die iets meer lengte kunnen hebben. Dus het kruis zou ook iets minder hellend kunnen zijn. En het beenwerk is hij vrij gehoekt in het achterbeen. Ook zou hij meer kwaliteit in het spronggewicht kunnen laten zien. De hoeven zijn royaal en goed. Mary stapt met voldoende ruimte, ook met voldoende kracht. Zou nog wel iets takmatiger door kunnen stappen. In draf, deze Mary draaft op de voorhand, zou iets meer kunnen reizen in het front, ook in draf. Heeft wel een goede ruime pas met ook een goede buiging in het achterbeen. Deze Mary wordt vandaag stamboek met een derde premie en dat zit voornamelijk vast ook op de kwaliteit van het beenwerk. The result of number 10. 4-year-old mare, Erin van het Waard. Height at Withers is 163. A youthful mare, long lined, has also a long head, a nice front and a long, long neck. Sufficient in the upper line, a mare with a good long shoulder. She's a little bit short in the croup. The quality of the legs, especially in the hock, can be better. In walk, she is she has sufficient long strides, and but can show more a little bit more power. In the trot, she can show more use of her upper line. She has a good bending in the hock, but she can rise a little bit more in her forehand. So this mare is taken in the startbook with a third premium.
De uitslag van nummer 11, het laatste paard van deze keuring, Doerde B, heeft een schofthoogte van 1,67 meter. Een paard met een goede rasuitstraling, die in zijn totaliteit toch wel nog de jeugd mist. Ook een paard met veel front, maar wel iets zwaar in het front. Met een verticale hals, zou iets lichter in zijn hoofd-halsaansluiting kunnen. Paard wat de voorbeenlengte mist, wel met een goed schouder en een voldoende bovenlijn. Zou ook iets meer lengte in zijn kruis kunnen hebben. Het beenwerk is voldoende gesteld, met goede hoeven, is ook voldoende droog. In stap laat deze hengst, in stap moet hij toch meer regelmaat laten zien, stapt ook kort. In draf waardeert deze hengst zich wel weer iets op, draaft voldoende opwaarts, maar zou meer over de rug kunnen bewegen. Zou ook meer souplesse in de beweging laten zien, heeft wel een voldoende achterbeengebruik. Vanwege de korte stap, die ook meer regelmaat moet laten zien, wordt deze hengst vandaag geen ster.
The result of number 11, the last stallion of this inspection, height at withers is 167. A stallion that can show more youth, a good racial type, a nice front, nice vertical neck. Is a little bit heavy in the head-neck connection, should show more length in his forelegs. The upper line is sufficient, the croup is also sufficient in length. The legwork is sufficient clean. In walk he is he's short, he can show more regularity in the walk. In the trot he has a good body posture, but he should show more use of his upper line and more suppleness in his movement. He has sufficient bending in the hock, but because of the short walk, this stallion cannot become star today. Okay, dit is het einde van deze keuring hier bij stal Albert Lux. We willen de familie Lux bedanken voor de gastvrijheid en voor het netjes voorstellen van de paarden vandaag. This is the end of the inspection here today at stal Albert Lux. We would thank the family Lux for their hospitality and showing the horses to us. And we hope to see you at the next inspection and have a good day.